Hallo, ik ben Robert Maasbach. Weet u het verhaal natuurlijk wel van het Kerstfeest? Dat die Engel des Heren opeens bij die headers terechtkwam. En die Engel zei tegen die hedders. En de Engel zeiden tot hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, de heel het volk zal ten deel vallen. U is heden. De heiland geboren namens Christus, de Heere in de stad van David. En dit zei u het teken. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribben. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende, ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagen. En de boodschap die ik u vandaag wil geven is, wees niet bevreesd. Grote blijdschap komt tot u door Jezus Christus. Diezelfde boodschap die tot die herders kwam. En het gehele volk kwam in een tijd van grote duisternis. Een tijd van groot verdriet en een grote spanning. Dat was een tijd van oorlog. Een tijd van druk en van zwaarte van het leven. En de Heer kwam met een boodschap van vreugde en vrede en blijdschap. En wij hebben diezelfde boodschap vandaag nodig, want vandaag zijn er vele strijden en spanningen en oorlogen. Maar de Heer wil u bemoedigen. Hij wil u zeggen, wees niet bevreesd, want u is geboren heden. Christus, de Heer, een heiland, een redder, een zaligmaker, een vredestichter, een geneesheer, een bevrijder, een verlosser, een voorziener. Jezus Christus, zo wees bemoedigd. U hebt een antwoord en uw antwoord is in de naam van Jezus Christus. Wees bemoedigd. U kan nu tot God bidden met de zekerheid dat Hij u hoort wanneer u bidt in de naam van Jezus Christus. Want een ieder die tot God roept in Zijn naam zal gered worden, zegt de Bijbel, en zal een antwoord hebben. Zo roept de Heer aan. Roep hem aan in de tijden van uw benauwdheid. En hij zal u uitredden. Hij zal u verlossing geven. Voorziening geven. Hij zal voor u zorgen en u helpen. Hij zal naast u staan en met u staan en in u zijn. Door zijn heilige geest. Om u te vertroosten en te sterken en te zeggen. Wees niet bevreesd. Ik ben met u. Ik zal u nooit vergeven of verlaten. Ik zal u helpen en versterken. Met mijn eigen gerechtigheid zal ik u omhoog houden. Zoal. Wil u bemoedigen vandaag. Keer uw ogen op tot de Heer. Begin te zingen. O, hoe groot is uw liefde, oneindig uw genade. En laat zijn liefde uw harten vullen door de Heilige Geest. En u zal zijn vertroosting ervaren. Niet alleen voor uzelf, maar ook om een bron van bemoediging te worden van anderen. Geloof dat uw leven hebt waarde. Geloof dat God uw leven hebt geschapen. Tot een zegen voor anderen. Dat u een bron bent. Van zijn liefde en genade voor anderen. Misschien zegt u tegen mij, Robert. Ik ben een bron geweest van. Ontucht. Ik ben een bron geweest van. Onreinheid, boosheid, slechtheid. Maar ik weet dat Jezus is gekomen. Om uw bron volkomen te reinigen. Met zijn kostbaar bloed. Dat waar daar bitterheid en. Boosheid en onreinheid was. Zal daar nu liefde, goedheid en genades vloeien door zijn heilige geest. Geef niet op. Laat God uw hart vervullen met zijn goedheid en zijn liefde. En u zal een bron zijn van zijn genade en u zal zo blij zijn, omdat u zal zijn zegen zien vloeien uit uw leven. Laten we samen bidden en geloven in God, dat als wij bidden nu op dit moment, hij ons hoort. Heer, ik dank u dat u ons altijd hoort omdat wij komen tot u in de naam van Jezus Christus. En ik dank u hemelse Vader dat u uw zegen uitstort. Door uw heilige geest in elk persoon die mij hoort. In Jezus naam. Zegen hen met uw tegenwoordigheid en uw liefde. En uw goedheid en uw heerlijkheid. Genees hen heer op dit moment. Bevrijd hen heer op dit moment. Voorzie voor hen op dit moment Vader. In Jezus naam bid ik. Amen. Amen en amen. God zegen u.